Hier zie je onze school, maar dat is natuurlijk maar een voorbeeld. En ook om het wat leuker te maken, anders al die cijfertjes, dat ziet ook niet uit. Maar we hebben een hele grote opgave, 50 tot 55% CO2-reductie. En als je zulke soort gebouwen hebt, dan heb je nog wat te doen. Maar ook als je een heel nieuw gebouw hebt, dan is eigenlijk al alles eruit gehaald. En dan is het in wezen niet eerlijk om dit te vragen. En even ter illustratie, dit zijn gebouwen uit 1939, dit zijn gebouwen uit 1998, daar staat 2008, dan hebben we ook nog 2010, allemaal gebouwen met eigen eigenschappen. En we hebben geloof ik 11 verschillende gebouwen op zo'n klein terrein staan. En dat maakt het allemaal best complex, maar wel een uitdaging natuurlijk. Ja. En dan hebben we hier de hoofdmeter voor gas en elektriciteit. Maar toen wij de School voor de Toekomst bouwden, hebben wij daar de serverruimtes in geplaatst. En er zijn twee aparte trafo's neergezet. En uiteindelijk is er ook nog een gebouw met een warmtepomp en een energiedak gekomen. Ook nog een trafo erbij. Dus wij hebben vier trafo's staan op één terrein. En dan krijg je toch een probleem. Of een probleem, je krijgt iets geks. Als je meerdere aansluitingen op één terrein hebt staan, dan mag je de energiebelasting daarvan terugvragen. De energieleverancier zal je voor alle vier energiebelasting in verschillende stadia vragen. En je mag dit zien als één adres. En dan kun je dus voor de andere drie de energiebelasting terugvragen. Dus dat moet je maar weten. En dat doen wij ook niet ieder jaar. We waren dit jaar weer vergeten. Dus daar kun je behoorlijk wat mee besparen. Voor onze 3 meter scheelt dat €7.000 per jaar. Nou, die kun je weer in zonnepanelen steken. Ja, we hebben wel één gasmeter. En die staat daar los van. En daar betalen we gewoon netjes de energiebelasting op. Nou, dan vraag je dat aan bij je energieleverancier. Dus toevallig Eneco, maar dat kan ook een andere zijn. En dan geef je aan dat je 4 meters op één terrein hebt staan. En dan krijg je die belasting terug. Dus hou daar rekening mee. Dit is nog een ander gebouw van ons. En je ziet dat hier een oud dak te zien is en daar nieuwe daken. Nou, zo gauw je het natuurlijk moment hebt om daken te reviseren en te isoleren, dan kun je er ook zonnepanelen op leggen. En we hebben er 900 opgelegd en het worden er 2100. En die gaan allemaal voor duurzame energie zorgen bij ons op school. Maar ja, wat gebeurt er dan met de teruglevering, met de tarieven, met het terugvragen van de subsidie, met de netcapaciteit? Er gebeurt wat. En wij zijn ook zelfs een hele nieuwe school vooraan het zetten. En dan blijkt dat de vierkante meters groter worden. En dan kun je eigenlijk niet meer vergelijken met de situatie van vroeger. Dus dan wordt het echt een sport om daar toch goed beeld in te krijgen. Nou ja, als een school dan een aantal vierkante meters groter wordt, dan is eigenlijk dat de maat voor het energieverbruik wat dan toeneemt. Maar ja, het is niet meer van deze tijd dat wij nog zo'n nieuw gebouw met gas gaan verwarmen. Er komen warmtepompen op en dan gaan we de nieuwe tijd in met zo'n gebouw. Ze zijn raar bezig, maar bij ons zitten overal zit al driedubbel glas in de gebouwen die we dadelijk niet in gaan kapselen. En zo zeggen ze, ja, het gebouw was 25 jaar oud, was eigenlijk had het plat gegooid kunnen worden, we hadden een nieuwe kunnen gebouwen. Maar we hebben gekozen om het te laten staan en het te renoveren. En dan is driedubbel glas wel het glas van de toekomst. Ja, daar bespaar je mee. En we hebben ook nog oude gebouwen waar we dubbel glas nou inzetten. Dat was veel te duur, al die kleine ruitjes, maar daar hebben we ook wat op gevonden. We hebben een energiedak en we hebben ook nog een keer groot overleg over of wij niet op het grote warmtenet wat in het Paleiskwartier bij ons in de buurt gemaakt is, of we daar ons op aan laten sluiten en dan helemaal van het gas afgaan en alles met hoge temperaturen, warmtepompen gaan uitrusten, zodat we de nieuwe wereld in kunnen gaan. Die jongens die aan de rechterkant zitten, die verkopen geen gas, ze verkopen geen elektriciteit, nee, ze verkopen warmte, zeggen ze. Dat is toch weer een nieuwe dimensie. Nou, wat bij ons op school voor het eerst dit jaar is, is dat wij alle energierekeningen gewoon kunnen opvragen. Ik kan dat van thuis uit zien. En vroeger waren het wel PDF's die je moest openen en zo. Nou, hoeft dat allemaal niet meer. We hebben echt een heel mooi systeem, dus ik kan alle energierekeningen zien.
En dan krijg je zulke soort rekeningen en zulke soort rekeningen. En dit is voor het gas en dit is voor de transportkosten, dat voor de bemetering. En dan ga je dat helemaal uitwerken per locatie. En dan zie je wat je moet betalen en dan zie je hoe complex dit eigenlijk is. Dit is echt, daar ben je wel een paar dagen mee bezig. Het gaat gelukkig voor een groot deel automatisch. En uiteindelijk krijg je dan overzichten waarin wij op school wij kunnen van 1995, 15 jaar verder tot 2020 kijken hoe wij met energie bezig zijn en hoe we aan het besparen zijn of aan het verspillen. En het is echt heel complex, die energierekeningen. Dat zie je hier. Voor elektriciteit heb je per meter en per maand al deze data. En voor gas ook nog eens een keertje, dus het is eigenlijk een jungle. En er zijn maar weinig mensen die hier naar kijken en er verstand van hebben, maar het kan je echt duizenden euro's schelen. En het geeft je ook echt het inzicht in, ben je nou werkelijk aan het besparen of ligt het aan iets anders? En ik wil je echt zeggen, wij kregen deze rekening binnen. Ik zeg, Egola Park, dat is toch helemaal niet van onze school en zo. Het was gewoon een spookrekening. Van ja, misschien een gebouw waar we ooit eens hebben afgestoten. Nou, we hebben tot deurwaarders toe, waar we ze dat geld in en zo. En het was helemaal geen klant voor ons. Dus kijk ook even na of al je rekeningen wel kloppen. En of er niet spookrekeningen tussen zitten. Dan kijk ik naar het elektriciteitsverbruik. Nou, dan zie je dat je een dal en een piek hebt. Maar er zijn ook scholen die kiezen ervoor om een één tarief te nemen. En dan is het ook weer een jungle, want in Brabant daar heb je dat de daltarief om 9 uur 's avonds ingaat. En in de rest van Nederland is dat om 11 uur 's avonds. En je kan uit gaan rekenen wat nou het gunstigste is om te doen. Of je één tarief neemt of een piek- en een daltarief. Ja, dan krijg je hier die energiebelastingzones. Boven de 10.000 kilowattuur, dan ga je minder betalen. Wie dat bedacht heeft, mag je... Dat weet niemand, denk ik, maar dat is denk ik om de industrie en zo, de grootverbruikers, om die wat te vrijwaarden van het betalen van belasting. En boven de 40.000 gaat het tarief naar 1 cent toe, terwijl bij zone 1 en wij dus allemaal als burgers, wij betalen allemaal bijna 10 cent. En zit je in het grootverbruik, dan betaal je nog maar 1 cent. Ja. En toen hebben ze nog wat nieuws bedacht. Wij gaan allemaal de energietransitie in en we moeten al die windmolens en zonnepanelen betalen. Nou, dat doen we dus zelf, want er is een opslag voor duurzame energie bedacht. En ook in dezelfde categorieën zie je dat je nog eens extra 3 cent betaalt. En in de, dit is ongeveer, dat zie ik nou voor het eerst, dat dit ongeveer gelijk is voor iedereen. Dus ook het bedrijfsleven betaalt daar dan ongeveer evenveel aan mee als de burger. Maar hier staat hoe het zit. Dus tot 10.000 kilowattuur betaal je 12,4 cent. Tot 50.000 8,8 cent. En boven de 50.000 kilowattuur 3,3 cent. En als je dus 4 meters hebt, dan betaal je dit per meter. Maar dan kun je de energiebelasting terugkrijgen. Want je mag die 4 meters optellen bij elkaar. En dan zit je meestal in het lage tarief voor... De 3 meters. Nou, dus dat was de levering. Dat is al best complex. Maar dan krijg je ook nog dat er energie geleverd wordt. En transport, daar ga je voor betalen. Maar nou zegt de transporteur, die zegt van ja, maar ik moet voor jou een bepaalde hoeveelheid vermogen vrijmaken. Zodat wij dat kunnen leveren. En dat zie je hier. Wij hebben in deze Travo zeggen wij dat we 60 kilowatt nodig hebben. En dat kost 20 euro per kilowatt. Maar wat bleek, we hebben geen serverruimtes meer. Onze servers staan tegenwoordig in Eindhoven en wij wonen in Den Bosch. Of zitten in Den Bosch. En die Travo wordt helemaal niet meer gebruikt. En die is van 60 naar 7 gegaan. Maar wij betalen dus 20 euro, ja, eigenlijk voor die 53 verschil. Keer 20 betalen wij dus meer dan 1000 euro. Te veel. En je moet gewoon kijken naar wat heb je eigenlijk afgesproken in je als gecontracteerd vermogen en past dat ook aan, want het kan je echt duizenden euro's schelen. Dus het heeft echt wel zin om naar die rekeningen te kijken. Dus controleer dat gecontracteerd vermogen, dat mag je iedere 12 maanden aanpassen. En ga je er daarna weer boven, dan is er niks aan de hand. Dan betaal je gewoon het hele jaar door dat hoogste niveau.
Zonder dat daar iets van een boete tegenover staat. Dus het is echt zaak dat je daar goed naar kijkt. Wij hebben zo dus in het overzicht zie je dat we 60 hadden gecontracteerd en er werd nog maar 6 verbruikt. Maar bij de andere, en zeker in coronatijd, we hebben een warmtepomp afgesloten en nou, we verbruiken gewoon veel te veel. Dus nu hebben we bij de energieleverancier liggen dat een heleboel gecontracteerde vermogens omlaag moeten. En dat kun je gewoon doen. En, ja, en ga je er toch weer overheen, dan betaal je daar wat meer voor. Maar dan staat hij in ieder geval op de juiste stand. En zo kun je dus nou, ja, 6.000 euro in je zak steken. Nou, dan heb je ook nog dat je betaalt voor de meterdiensten en voor de GPS-abonnementen en ga ze maar door. En dan krijg je dus een enorme rij van allerhande issues waar je voor betaalt en waar je dan maar wegwijzing moet zien te komen. Maar ja, als je dat dan allemaal uitrekent, dan kun je zien dat bij ons op school, maar dat zal op elke school anders zijn, dat we afgelopen jaar toch 18% minder elektriciteit zijn gaan gebruiken en in totaal 45% minder. Dat is mooi dat we dat weten. En ik vind het altijd leuk ook om dat terug te rekenen naar hoeveel geld heeft ons dat bespaard. En dan is er toch een verschil, want als die school dan een gebouw erbij krijgt of er gaan gebouwen weg, ja, dan neemt het aantal vierkante meters toe of af. Dus als je naar vierkante meters terugrekent, dan zie je dat dat eigenlijk ja, bij ons op school niet zoveel uitmaakt. We zitten op dezelfde besparing. Dat komt ook omdat er afgelopen jaar in de gebouwen niks veranderd is. Nou, en dan denk je van, moet je eens kijken, je bespaart 18% elektriciteit. En dan denk je dus dat je 18% minder betaalt, maar dat is niet zo. Want we hebben maar 23.000 bespaard afgelopen jaar. Maar wel bijna een half miljoen ten opzichte van het slechtste jaar 2009. Dus nou ja, dat kun je allemaal in je zak steken en richting duurzame energie brengen. Maar waarom is dat bedrag zo klein, die 23.000? Want ja, we hadden toch 18% bespaard. En dat komt omdat de kosten voor energie zo omhoog gaan. Afgelopen 2 jaar is energie 1/3 duurder geworden. En hadden wij nou niet al die zonnepanelen gezet en zo, dan hadden we echt flink meer kosten aan energie gehad. En ja, zo ja, is het toch belangrijk dat je daarop let. En zo zie je ook dat de kosten voor gas zijn ook in 2 jaar tijd 3 keer zo hoog, of ja, 1/3 keer zo hoog geworden. En afgelopen jaar kwam er weer 12% bij. Dus eigenlijk wil men dat we langzaam van het gas afgaan. En dat doen ze door de gasprijs alsmaar te verhogen. En dat geeft de incentive om op elektriciteit over te gaan. Nou, breng dat allemaal in beeld. Toen kregen we die zonnepanelen. Nou, heel leuk, 900. We zijn er heel trots op en zo. Maar toen kreeg je dat onze energieleverancier die zei, jullie leveren terug in piek en dal en daar moet je voor betalen. Even kijken, oh, ik dacht dat, maar dat zie je hier. Dus we hebben 6.000 teruggeleverd, maar ze vragen ons 300 euro aan kosten, gewoon tegen de prijs die aan energie geleverd wordt. Waarschijnlijk is dit een fout. En ik heb gezegd van, hoe kan dat nou? Jullie noemen dat verbruik hier, terwijl dit eigenlijk gewoon teruglevering is. En eigenlijk zouden wij voor 6.000, zoals hier staat, 6.800, zouden wij geld terug moeten krijgen. Maar zij zien dat als dat wij dat leveren en dat we daarvoor moeten betalen. Nou, dat snappen we niet, maar zelf snappen ze het ook niet. Nou ligt het bij data management van Fudura en over 5 dagen krijg ik een antwoord. Dus ook kijk naar wat je überhaupt aan het betalen bent. Dan klopt dat allemaal wel. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. En dan zie je dat wat hier staat over het hele jaar door. Dan hebben wij 3700 euro betaald voor de energie die wij leveren. En als je levert hoor je het eigenlijk terug te krijgen. Dus misschien is het verschil wel 7400 euro. Dan hebben wij heel veel tussenmeters tegenwoordig. Dat is echt nieuw en zo kunnen we overal zien wat er gebeurt. Dat is heel leuk. Maar hieronder staat de tussenmeter voor de zonnepanelen. Dus ik denk, oh, dan kan ik mooi zien hoeveel die zonnepanelen hebben opgebracht. En wat bleek? Die meter is kapot. Dus kijk ook of je meters het wel doen. En of dat allemaal goed zit. Want
Je denkt wel dat je het kunt monitoren, maar soms is dat ook al niet het geval. Dat moet nog aangewerkt worden. Wat ik wel kan zien in onze overzichten is de lichtblauwe is energie van vorig jaar. En afgelopen jaar hebben we donkerblauw gepresteerd. Dus dat is een heel groot gat en dat komt door die zonnepanelen die het energieverbruik enorm omlaag hebben gebracht. Maar hoe dat nou, hoeveel dat nou precies is, dat is nog onduidelijk. Goed, en dan het gasverbruik. Daar geldt hetzelfde eigenlijk voor. Je hebt een gecontracteerde hoeveelheid energie. En de energie die je, de hoeveelheid gas die je eigenlijk verbruikt. En daar moet je ook naar kijken. Want contracteer je veel te veel, dan betaal je daar ook €25 per eenheid voor. Dus dat mag je ook gewoon aanpassen. En dat kan elke 12 maanden. En dit is dan het overzicht van gas. En bij gas geldt niet 10.000 en 40.000 qua energiezones, maar 170.000 kuub gas. En daarboven ga je minder energiebelasting betalen. Maar dat is wel even ontiegelijk veel. Dan gaat het van 33 cent naar 6 cent toe. Van 33 naar 6. Dan hebben ze ook die opslag voor duurzame energie erachteraan. En ik denk dat ik dat zo aangeef. Oh ja. En dan ga je dus in het, boven de 170.000 kuub ga je van 41 cent belasting terug naar 14 cent belasting. Nou, dat kan interessant zijn. Je moet ook zeker geen. Het is maar dat je het weet. En dan kun je naar het gasverbruik kijken. En dan blijkt dat we ook weer 18% minder gas hebben verbruikt. En zelfs al op 53% minder zitten ten opzichte van ooit. Dat zijn mooie resultaten, maar het wordt steeds warmer. En de gemiddelde temperatuur van afgelopen jaar was ongekend hoog. Ik weet dat ze in 2007 al zeiden dat dit het warmste jaar ooit was en het is daarna nog veel warmer geworden. En je mag je afvragen, we gaan binnenkort door de 12 graden heen waar dit heen gaat. Het wordt alsmaar warmer. Maar ja, als het warmer wordt, dan stook je toch ook minder. Dus dan denk je dat je goed aan het isoleren bent en aan het besparen, maar het komt gewoon omdat het jaar warmer is. Daarom bespaar je en verbruik je minder gas. En daar kun je ook voor corrigeren. Maar dat is een heel gedoe, want dan ga je kijken naar de weerstatistieken. En die kun je gewoon tegenwoordig op internet vinden, terwijl ik daar vroeger een abonnement voor had. En het hangt natuurlijk vanaf hoe koud het is, hoeveel gas je verbruikt. En die statistieken kun je gewoon downloaden. En dan zet je die in een tabel. En hier staan alle gemiddelde dagtemperaturen van heel jaar. En dat kan ik dan even uitrekenen in een gemiddelde. En dan blijkt dat het in dat jaar in 2018 11,75 graden was. Maar nou ga je pas verwarmen als het, de temperatuur onder de 18 graden komt. Dus je wil eigenlijk weten hoe vaak was het per jaar onder de 18 graden. En dat doe je met deze formule. Die vul je dan in. Die staat ook op de Duurzaam MBO site. En ja, je krijgt deze PowerPoint als je wil. En dan vul je deze formule in. En dan zie je hiernaast staan. Tel het maar bij elkaar op. Is 18 graden. Als het buiten gemiddeld 10 graden was. Dan heb je eigenlijk 7,6 graaddagen zoals het heet. En al die graaddagen tel je op. En dan krijg je dat er in 2018 2556 graaddagen waren geweest. En ik reken altijd met dat het eigenlijk 3200 had moeten zijn. Als je 3200 hebt, is het koud het jaar. En hoe minder graaddagen je hebt, hoe warmer het jaar eigenlijk is. En daarmee kun je corrigeren hoe. Hoe koud en warm het jaar was ten opzichte van je gasverbruik. Nou, dat kun je in een grafiek zetten en dan zie je zo al die correctiefactoren die je kunt gebruiken om te zien of je werkelijk aan het besparen bent. En het leuke is, dit jaar was wel het warmste jaar, maar qua graaddagen was 2014 nog warmer. Dus 2014 had meer dagen dat het. Het was eigenlijk minder koud relatief gezien. Nou goed. Maar goed, dan kijk je naar ons gasverbruik. En we hadden dan 18% minder verbruikt afgelopen jaar. Maar als je dat nou naar graaddagen omrekent, dan is het maar 9,5%.
En dat komt dus omdat dit jaar zo warm was. En in totaal hebben we 43% minder verbruikt. Dus je moet terugrekenen naar vierkante meters. Als er gebouwen bij komen of afgaan. En je moet terugrekenen naar hoe warm het jaar was. Ja, dat kan allemaal. Nou, en dan blijkt ook weer dat de kosten zo omhoog gaan. En dat je dus uiteindelijk heel weinig geld bespaart. Maar 18.000, terwijl we eigenlijk veel meer hadden bespaard. En ten opzichte van dat dramatische jaar 2008, waarin de energieprijzen heel hoog waren, net bij de crisis. Toen betaalden we ons scheel aan energie en uiteindelijk dus nu meer dan een ton minder. Dan is natuurlijk de grote vraag hoeveel CO2 stoot je nou uit als school. En dat moet 50-55% terug in 2030. En dan blijkt dat je dat kunt uitrekenen met deze formule. Dus je pakt je kilowatturen, je vermenigvuldigt dat met dit getal en ook doe je dat voor gas. En dan tel je dat bij elkaar op en dan heb je je CO2-uitstoot. En dat was afgelopen jaar 17% minder. Maar ja, we hadden ook corona en er waren minder leerlingen op school enzovoorts. Maar toch zie je dat heel slecht. Kijk, de machines zullen wel wat minder gebruikt zijn, maar de gebouwen stonden gewoon verlicht aan en er werd energie verbruikt. Het werd ook warm gehouden. Dus dat zie je niet zo terug. En dan kun je aan warmte terugwinning doen en aan CO2 ventilatie, CO2 gestuurde. Wij kunnen trouwens elk lokaal tegenwoordig regelen op de temperatuur en ook op hoeveel CO2 er in het lokaal aanwezig is. En boven de 800 gaat hij heftiger ventileren. En weet je wat we nou achter zijn gekomen? Dat in dit lokaal niemand zat en dit lokaal is gebruikt geweest. En je kunt gewoon aan de lokale en aan die ppm's zien of lokale gebruikt worden of niet. Nou, we kunnen ook alles regelen tegenwoordig. Dus die gebouwenbeheersystemen die worden steeds slimmer en beter. Maar het kan ook best wel eens zijn dat jij denkt dat de klep open komt te staan. Of dat de temperatuur lager wordt. Maar dat dat helemaal niet gebeurt omdat het ding kapot is. Of omdat de sensor het niet goed doet of zo. Goed. Ik heb hier een vraag in de chat. Ja. Ja. Van Nihat. Tel je de zelf opgewekte energie mee in de CO2-uitstootberekening of niet? Oei. Of trek je die af, zou ik maar zeggen? Tenminste, ik denk dat dat bedoeld wordt. Eigenlijk is het zo dat de energie die wij zelf opwekken, die verbruiken we meteen ook weer. En daarom verbruiken we minder, hebben we minder kilowatturen die we hoeven af te nemen. En daardoor daalt de CO2-productie van ons. Maar zo ga jij zelf meer, ja, dan mag je dat gewoon aftrekken van de hoeveelheid. Ja. Maar goed, ik ben er bijna doorheen. Wacht even. Als je nou de kerstvakantie hebt, dan is het het koudste van het jaar. En wij hadden medewerkers die zeiden, ja, maar in de kerstvakantie moet ik ook op school kunnen werken. En op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, dat doen we niet meer. We sluiten de school en we zetten de verwarming op laag. En dat zie je hier, dat is hier gelukt, dit is de kerstvakantie. En dat hebben we in beide gebouwen, maar dan zie je toch weer dat in die oude gebouwen, dat daar in behoorlijk gestookt wordt. En ze hebben wel eens gezegd dat zij de klokken wel goed zetten, maar dat het niet reageerde op datgene wat ze wilden en dat er ergens iets mis is. En ik geloof dat dat hier ook weer het geval is. Maar ik kan elke school aanraden, laat niemand op school werken in de vakanties. Wij gaan ook 3 weken in de grote vakantie dicht, collectief. Zodat je ook alles omlaag kan doen, de airco's in de zomer, de verwarming in de winter. Want daar bespaar je enorm mee. Maar dan controleer dan ook of dat ook echt gebeurt. Dat wil ik je aanraden. Ja? En dan kun je per gebouw gaan kijken. Ik ga daar heel snel doorheen. Dus dan zie je wat er in die oude gebouwen gebeurt. En je ziet wat er in de nieuwe gebouwen gebeurt. Daar zijn we nog veel beter bezig in dat gebouw. Dan gaat het echt heel, heel erg goed. Ook omdat we andere verwarmingssystemen hebben. En hier zie je het elektriciteitsverbruik. Dat daalt lekker zoals het hoort. De stedenschool werkt eraan mee.
En weet je waar je nou wel corona heel goed aan kan zien? Dat is hoeveel de toiletten gespoeld worden en hoeveel water er gebruikt wordt. Dat zie je dramatisch dalen. Dat is 40% lager geworden. En je zult niet geloven, maar we hebben een pilot lopen bij ons op school dat dit de nieuwe toiletten worden. En als dit bevalt, dan gaan we die overal neerzetten. En dan ja, ziet het wel helemaal luxe uit. Ja, dus ik wil even nog resumeren. Kijk naar het gecontracteerd vermogen, past dat aan. Vraag de energiebelasting terug als je meerdere meters op één postadres hebt. Kijk naar als je zonnepanelen hebt of je die subsidie überhaupt wel binnenkrijgt en controleer hoe dat allemaal verrekend wordt. Als je wil weten hoeveel gas je bespaart, ja, moet je eigenlijk kijken naar hoe warm en koud het jaar is en naar hoeveel vierkante meters je eigenlijk aan het verwarmen bent. Die meters, dat is eigenlijk de beste maat. Bij elektra zou je wel eens kunnen zeggen, ja, hoe meer leerlingen, hoe meer elektra je verbruikt. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Je moet je gebouwen verlichten en de grote systemen staan aan. Dus per vierkante meter is eigenlijk een betere maat. En als je dan wil weten hoeveel CO2 je bespaart, nou, dan kun je dat via deze formule omrekenen. Dat heb je zo gedaan. Soms kijken ze naar gigajoules en dan is dit de omrekeningsfactor. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je wil graag weten hoeveel je terugverdient. Nou, dat is toch wel interessant om uit te rekenen. Dan kijk je ook altijd even al die rekeningen door en dan zie je wat, ja, wat misschien wel bijgesteld moet worden. Tijdens de kerstvakantie alles dichtgooien. En dat bespaart weer enorm. Ja, en soms denk je dat het allemaal wel werkt, maar je hebt wel eens verbouwingen en dan verandert het GBS-systeem of dat werkt dan opeens niet meer. Het is zelfs wel eens de vraag of de meter die jij op het trein hebt staan, of die wel correct weergeeft hoeveel energie je verbruikt. Die horen ook geëikt te worden en die horen ze nu en dan ook gecontroleerd te worden of ze nog wel een goede waarde aangeven. Ja? Nou, wij kregen dus een spookrekening en het ding is altijd dat de airco inwerkt tegen de verwarming. Dus de verwarming staat te hoog, maar de airco staat aan en die twee proberen de juiste temperatuur te creëren. Maar daar gaat Ron dadelijk denk ik nog wel het nodige over vertellen. Dus, je kunt het nalezen ook op de website van Duurzaam MBO. Je krijgt deze PowerPoint en zet even in de chat wat je ervan vond.